Oké, goede been. Links aankomen daar. En nu terug. Laatste pas. Kijk, hap. Nu. Oké, prima. Laatste pas groter maken. Grote laatste pas. Dan zet je die snelheid om en die kracht naar boven. Iedere zondagochtend buldert de stem van de bevlogen Edwin Suzebeek over het vredige Veldhoek, diep verscholen in de Achterhoek. Je mag starten! De Gelderse keeperschool met wekelijks 180 talentjes bestaat nu bijna 15 jaar en is uitgegroeid tot een groot succes met een wachtlijst als gevolg. Uiteindelijk is het pure passie, want had je mij 14 jaar geleden gevraagd dat het dit zou worden, had ik je eigenlijk misschien wel uitgelachen. Dat had ik ook nooit kunnen dromen. De insteek waarom het ooit begonnen is, is omdat ik vond dat de beste keepers naar Twente en Vitesse gingen en niet naar de Graafschap. Maar dat had vooral te maken met een mooie tas, trainingskampen en opgehaald worden met een busje. En bij mij moesten ze komen fietsen en hun eigen schoenen nog meenemen. Toen dacht ik, ik moet de ouders laten zien dat we hier goed trainen. Dan kiezen ze voor de training, voor de kwaliteit van de training en niet voor de dingen eromheen. Dat is uiteindelijk wel een beetje gelukt. Komt ie! Hoog door de lucht, voetenwerk, sneller, lager zitten. Hop, ja, fantastisch. Ga je, Pet, ga je. Nu, nu, nu. Zo, heerlijke bal. Ja, volgende. Ik vind hem aardig gozer. Hij is gewoon aardig, goede trainer. Hij is altijd aardig voor iedereen, sportief. Als ik zie dat ze binnenkomen en ik zie hoe ze na 12 weken zijn, dat geeft mij voldoening om dit al jaren te kunnen volhouden. Dat als je ze een module aan kan bieden waarvan je ook zeker weet ze worden beter. Maar niet op zijn eigen niveau. De een helpt al voetbal en de ander gaat naar de D7. En die komt van de D9. Dat maakt me niet uit. We zijn een school voor iedereen, maar je wordt wel beter. Wat leer je? Veel duiken, zweven, hoe je moet afrollen. Eigenlijk alles wel. Vooral kracht, aannames, doeltrappen, slingerworpen, bovenhandswarp bedoel ik. En vallen, duiken, zweven. Behalve de training buiten krijgen de keepertjes ook binnen tekst en uitleg over allerlei spelsituaties uit de praktijk. Als ze uit elkaar gaan, wat moet kiezen, die of die? Kies je voor die, kan je aan deze opbouw doen. Kies je voor deze, kan je hier de opbouw doen. Dat heet de vrije man zien. En dan staat hier eentje vrij. Hoe kan je nou oplossen dat deze niet vrij komt te staan? Wie weet dat? Kevin, kom maar eens naar voren. Laat maar eens zien hoe je dat op kan lossen. Deze? Dit is de keeper van de tegenstander. Ja. Deze met je hier net. Dus je haalt iemand bij de paal weg? Ja. Ja, daarom doe ik dat in de E, want anders kom je een mannetje tekort. Goed, geef hem een applausje, jongens. Heeft hij prima gedaan. Ik kan wel zeggen, ik heb wel een andere referentiekader dan de meeste betaald voetballers misschien. Ik heb tot mijn 35e in de fabriek gestaan. Ik kan elke dag nog genieten als ik 's morgens met een bal op het veld kan staan. En dat doe ik toch 3 keer liever dan in de fabriek werken. Daar denk je dan regelmatig nog over. Ja, voor mij is het geen straf om dit te kunnen doen. En daardoor hou ik het er vol. En je moet er ook heel veel plezier van hebben. Maar als je mensen ziet beter worden, dan heb je natuurlijk heel veel plezier. Ik vind het ook belangrijk dat je eigenlijk als keeper, ook op de keeperschool, bezig bent met je huiswerk. Dat je eigenlijk bezig bent met wat je vak is. Keeper is een apart vak, speciaal voor specialisten. Daarom is het belangrijk dat je af en toe buiten erom mee bezig bent. Dus we moeten er echt voor gaan, anders hou je dit niet vol. We zijn hier nu een jaar of 4, 5 denk ik, elke zondagmorgen hier. En ja, dan moet je wel wat voor over hebben, anders dan ga je het niet redden. Zo, goede bal, man. Hop, lekker Koen. Zo, waar raas je dit? Ja, je wordt gewoon moe hier. Het is veel uitputtend, zwaar, je krijgt veel te doen. Bij op de andere trainingen is het ook zo, maar hier is het echt heel zwaar. Elke keer 12 keer per sessie. En dan 2 keer in een jaar. En terug, achterwaarts. Hop, daar ga je. Oké, prima. Ik denk dat je met 2 handen moet pakken. Wat vind je er zo leuk aan? Dat je beter wordt. Dat je meer leert. Ik wil ook echt beter worden. In het hoogste voetbal wat ik kan. Maar wil je ook echt een keeper worden in het profvoetbal? Of kijk je zover nog niet? Dat lukt denk ik niet meer, maar A6V1 zou wel leuk zijn. Vrienden, Kevin sluit af met jullie het huiswerk. Dan zie ik jullie volgende week weer. Mannen. Ik hoop dat je heel veel plezier gaat hebben. Dat is het belangrijkste. Tot volgende week. Bedankt, trainer.